Nou, we zijn vandaag de dag steeds meer bezig met energiezuinig rijden. Dat zien we aan de ontwikkeling van elektrische auto's en hybride motoren. Maar wisten jullie dat aerodynamica ook een grote rol speelt in de uitstoot van een vervoersmiddel? We gaan vandaag naar een bedrijf toe dat daarin gespecialiseerd is en ons er graag meer over wil vertellen. Goedendag, hallo. Goedemorgen. Hoi. Hi. Thomas. Arno, hoi. Hoi. Jij gaat me vandaag meer vertellen over Veep Shield. Zeker weten. Loop maar mee. Ben benieuwd. Thomas, fijn dat we vandaag langs kunnen komen. Ja, hartelijk welkom. Kun je wat meer vertellen over Veep Shield United en wat jullie doen? Wij maken producten voor vrachtwagens. Klein, groot. We zorgen dat deze vrachtwagens aerodynamischer zijn en zodoende minder brandstof gebruiken. Ik hoor je zeggen brandstofbesparing, een van jullie kernwaarden is ook groen. Kun je meer vertellen over de link tussen groen en brandstofbesparing? Jazeker. Auto's gebruiken brandstof. Brandstof wordt niet per se gezien als een groen iets in deze wereld. Wat we dus willen is die brandstof, wat gelijk staat aan de CO2-uitstoot, daar willen we naar beneden brengen. Dus als we ervoor kunnen zorgen dat auto's minder brandstof gebruiken, zodat ook minder CO2 uitstoten, zijn we heel goed bezig. Als we bijvoorbeeld auto's aerodynamischer kunnen maken, dan kunnen we dat realiseren. Dan gebruiken auto's minder brandstof en dan wordt de wereld een stukje groener. Nou, je begint over het ontwerpen van de aerodynamische onderdelen. Wie van je collega's zou me daar meer over kunnen vertellen? Ja, dan moet ik jou introduceren aan Abdel en die kan je alles daarover vertellen. Hey Abdel, als ik het goed begrepen heb, kun jij me wat meer vertellen over het ontwerpen van jullie aerodynamische onderdelen? Ik zie ook al wat op je computer openstaan. Kun je wat meer vertellen over de processen rondom het ontwerpen van jullie onderdelen? Wij gebruiken SolidWorks om onze onderdelen te ontwerpen. Daarnaast hebben wij Flow Simulation om onze onderdelen efficiënt te maken. Hier achter mij zie je een chassiscabine staan. En je ziet hier bovenin vertroebeling ontstaan. Dat wil zeggen dat er veel wervels zitten van de lucht. Dus als ik het goed begrijp, dragen jullie producten bij aan het reduceren van die vertroebeling? Ja, dat klopt. Door middel van de spoiler zal er geen frontaal oppervlak meer ontstaan, waardoor de lucht mooi over de cabine heen gaat. Je geeft aan dat jullie Flow Simulation gebruiken voor het simuleren van luchtstromen. Hoe verhouden deze simulaties zich dan tot de werkelijkheid? We hebben in TU Eindhoven windtunneltests gedaan met schaalmodellen 1 op 5. En deze schaalmodellen hebben we in principe ook ingeladen in de SolidWorks Flow Simulation. En deze resultaten waren goed vergelijkbaar met elkaar. En dus waarheidsgetrouw. Oké, wat zijn dan de grootste voordelen bij het gebruik van SolidWorks Flow Simulation? Doordat wij nu SolidWorks Flow Simulation gebruiken, hoeven wij niet meer naar de windtunnel te testen. De schaalmodellen hoeven niet meer gevreesd te worden. Dat scheelt dus heel veel tijd. Verder kunnen wij verschillende aanpassingen direct uitvoeren. Ja. En dan zien wij de resultaten heel snel terug. SolidWorks Flow Simulation is een product dat geleverd wordt door K2M. Hoe zijn jullie bij K2M terechtgekomen? Mijn collega Henny zit al jaren in de business, dus hij kan jou daar zeker meer over vertellen. Hey Henny, leuk om kennis te maken. Abdel gaf net al aan dat jullie naast fysiek testen van jullie aerodynamische producten in een windtunnel ook gebruik maken van de software SolidWorks Flow Simulation. Kun je iets meer vertellen over hoe jullie daar terecht zijn gekomen en hoe jullie in zee zijn gegaan met K2M? Nou, via mijn vorige werkgever werkte ik al met SolidWorks via K2M. Die ervaring was zeer goed. Zodoende heb ik het hier ook geïntroduceerd. We zijn begonnen met gewoon 3D tekenen in SolidWorks. Het was een stap naar 3D Flow Simulation, een kleine stap. Oké, je geeft aan dat jouw positieve ervaringen vanuit het verleden mee heeft genomen in het introduceren van SolidWorks en K2M bij Veep Shield United. Hoe verloopt deze samenwerking tot nu toe? Die loopt goed. Wij kunnen altijd de helpdesk bellen en krijgen accuraat antwoord. Voor de aanschaf van SolidWorks Flow Simulation hebben ze ons ook ondersteund en bij de introductie ook geholpen met het opzetten van de inrichting.
Dat klinkt allemaal erg veelbelovend. Hoe zie jij dan de toekomstige samenwerking? De CO2-reductie is een belangrijk item nu in de wereld. Door onze producten daarop aan te passen, levert dat een bijdrage aan de betere wereld. Wij zijn groeiende in onze business. Wij zoeken daar altijd stevige partners voor. En Cato-M is daar een geschikte partner voor. We hebben het vandaag veel gehad over het verminderen van brandstofverbruik en daarbij een bijdrage aan CO2-uitstoot. Maar zometeen rijden we toch allemaal elektrisch? Nou, of we daar allemaal elektrisch gaan rijden, weet ik niet. Ik weet wel dat als ik aerodynamica toepas op een elektrisch voertuig, gaat de actieradius wel omhoog. Oké, de tijd zal het leren. Ik heb vandaag in ieder geval gezien dat jullie producten een goede bijdrage leveren aan het milieu, wat steeds belangrijker onderwerp is. Bedankt voor jullie ontvangst vandaag. Voordat ik wegga, zou je dan nog het een en ander van jullie bedrijf kunnen laten zien? Ja, is goed. Geen dank. Loop maar even mee. Dat was V-Pursuit United. Erg leuk en interessant om te zien hoe onze producten en diensten een bijdrage leveren aan procesoptimalisatie en productontwikkeling. En dus uiteindelijk ook aan een beter milieu. Ben je nou benieuwd hoe de producten en diensten van Cato-M helpen bij procesoptimalisatie en productontwikkeling binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.